bedreigd met de dood, geslagen naar de grond en bekogeld met stenen. Als ik hier zo sta, zou u dan zeggen dat ik vroeger gepest ben? Waarschijnlijk niet. Ik ben er dan wel overheen gekomen, maar veel mensen kunnen dit helaas niet zeggen. En ook ik heb hier littekens aan overgehouden. 26,2% van de bevolking wordt wel eens gepest. En 4,5% dagelijks. Dat is heel veel. Dat betekent dat er minstens één iemand in deze zaal is die elke dag gepest wordt. En dat kan niet. Stel je maar eens voor dat jij dat bent die elke dag gepest wordt. Die elke dag in angst wakker wordt. Een van de grootste en belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren is zelfmoord. En de belangrijkste oorzaak van deze zelfmoord is pesten. Het kan niet dat zo'n jong iemand op zo'n jonge leeftijd over zo'n moeilijke keuze moet beslissen. Of hij of zij een einde aan zijn leven wil maken, omdat hij er niet meer tegen kan om elke dag gepest te worden. Ik ken iemand die zelfmoord wilde plegen, omdat ze er niet meer tegen kon om elke dag het slachtoffer van pesten te zijn. En dat is moeilijk om te zien, want dan is het al te ver en dan kun je er eigenlijk al niks meer tegen doen. En dat is waarom ik hier vandaag sta. Om u te laten zien dat wij wel degelijk iets tegen pesten kunnen ondernemen. En daarmee wil ik niet zeggen dat het van de een op de andere dag alleen nog maar een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is. Want natuurlijk kost het tijd. Maar laat mij jullie een vraag stellen. Als jullie zien dat iemand gepest wordt, grijp je dan in of loop je dan door? Uit ervaring weet ik dat veel mensen gewoon door zullen lopen. Omdat ze denken dat het toch wel goed komt en het heeft toch niet zo heel veel met hun te maken. En dat is verkeerd. Wij mensen moeten er zijn voor elkaar. Wij moeten elkaar helpen. Die ene handeling of dat ene woord kunnen iemands leven redden. Daarom vraag ik u. Laten we met z'n allen een einde aan pesten maken. En daarmee pesten de wereld uit helpen. Ik denk het wel.